weg komt van God. But listen to me. Maar luister naar me. He says, I come to give you life. Jezus heeft gezegd, ik ben gekomen om jullie leven te geven. The fruit of the Spirit. De vrucht van de geest. Is love. Is liefde. Joy. Vreugde. I don't know what that was, but it was scary. No, I'm just kidding. But the fruit of the Spirit is love, joy. De vrucht van de geest is liefde, look at blijdschap. That. Now you say, but brother Paul, you said we should be broken and confessional. Maar broeder Paul, u hebt toch gezegd dat we verbroken moeten zijn en onze zonden belijdend? They're not contradictions. Maar die twee, die staan niet tegenover elkaar. You see, the more you grow in the Christian life, hoe meer je groeit in het christelijke leven, the more you see of God, hoe meer je gaat zien van God and his holiness, zijn heiligheid, the more you see of your own sin, hoe meer je ook gaat zien van je eigen zonde, and the deeper the contrition and repentance, en hoe dieper ook het berouw en het tot inkeer komen. But also the more you see of God's holiness, maar and the more you see of your sin, maar ook hoe meer je ziet van Gods heiligheid en van je eigen zonde, the more you see of the grace of God in the face of Jesus Christ, hoe meer je ook ziet van de genade van God in het aangezicht van Jezus Christus. And so your brokenness and your confession does not lead to despair. Dus je verbrokenheid en het belijden van je zonde, dat leidt jou niet naar de wanhoop, but it leads to joy. Maar het leidt je naar de vreugde. Because he is faithful, he's righteous, he's just and faithful to forgive us our sins. Omdat hij getrouw is en rechtvaardig is om onze zonden te vergeven. You're pardoned. Je bent vrijgesproken. You are the righteousness of God in Christ. In Christus ben je geworden de gerechtigheid van God. Rejoice. En verheug je. Now I have, I guess I've run out of time here, but I want to get to just one more test. Ik wil nog één toets met jullie behandelen. In chapter 2, verse 3 and 4. Just read it really quickly. In hoofdstuk 2, vers 3 en 4. En hieraan kennen wij dat wij hem gekend hebben, zo wij zijn geboden bewaren. Die daar zegt, ik ken hem en zijn geboden niet bewaard, is een leugenaar en indien is de waarheid niet. What does that mean? Wat betekent dat? If we are truly Christian, als we echt christen zijn, then we're going to have a new relationship with God's commands. Dan zullen we een nieuwe relatie hebben tot de geboden van de Heer. It doesn't mean that we're going to keep his commands perfectly. Het betekent niet dat we zijn geboden volmaakt zullen onderhouden. But it means we're going to have a relationship with them. Maar wel dat we een relatie met die geboden zullen hebben. The unbeliever does not care about God's commands. De ongelovige maakt zich niet druk om Gods geboden. He doesn't seek them out. Hij onderzoekt ze niet. He doesn't study them. Hij bestudeert ze niet. He doesn't obey them. Hij gehoorzaamt ze niet. And when he disobeys them, it doesn't break his heart and lead him to confession. En als hij ze ongehoorzaam is, dan verbreekt het zijn hart niet en leidt het hem niet tot belijdenis. But when someone truly becomes a believer, maar als iemand echt een gelovige wordt, they have a new relationship with the commands of God. Dan krijgen ze een nieuwe verhouding tot de geboden van God. And what is that? En wat is dat? They begin to delight in God's word. Ze beginnen zich te verheugen in het woord van God. And delight in his promises. En zich te verheugen in zijn beloften. And they begin to incline their life to obedience. En ze beginnen zich te neigen tot gehoorzaamheid. And when they fail in obedience, as we all do, en als ze falen in gehoorzaamheid, zoals wij alle doen, they repent, they confess, and they start back at it again. Dan komen ze tot inkeer en dan belijden ze het en dan beginnen ze weer opnieuw. Is that a reality in your life? Nou, is dat een beschrijving van jouzelf? Do you have a new relationship with the commands of God? Heb jij die andere verhouding tot Gods geboden gekregen? Now let me say this. Nou, dit wil ik nog zeggen. I know your heart grows cold sometimes and you don't want to read the word. Ik weet dat uw hart wel eens wat kouder wordt en dat u dan niet in het woord leest. That happens to true believers. Dat gebeurt ook met echte gelovigen. It happens to me. Gebeurt ook wel eens met mij. So I'm not talking about perfection. Dus ik heb het niet over volmaaktheid.
But I am talking about a real relationship with the Word. Maar ik heb het wel over een echte relatie met Gods woord. Does that describe you? Is dat een beschrijving van jou? Do you have a new relationship with the Word of God? Heb je een andere relatie gekregen tot Gods woord? All right, now look in 1 John chapter 2 verse 6. Here's another test. 1 Johannes 2 vers 6. Let me just try to go through this really quickly. Ik wil dit ook nog snel It's behandelen. It's so important. Your soul is so important. Het is zo belangrijk, want uw ziel is van zoveel waarde. Vers 6. Die zegt dat hij in hem blijft, die moet ook zelf al zo wandelen gelijk hij gewandeld heeft. You say, oh no, we're all going to hell. En nou zegt u waarschijnlijk, oh, dan gaan we allemaal naar de hel. Who walks like he walks? Want wie wandelt zoals hij heeft gewandeld? Well, what does this mean? Nou, wat betekent dit dan? The best way I can show you what this means is through an illustration. Nou, ik kan het u het beste laten zien met een voorbeeld. What does it mean to walk as he walked? Wat betekent het om te wandelen zoals hij heeft gewandeld? When I was a little boy, I was raised on a farm. Toen ik een kleine jongen was, ik ben opgegroeid op een boerderij. And my dad was really big. Mijn vader was een grote man. And he took really big steps. En hij nam altijd hele grote stappen. And he would get me up every morning at 5:30 in the morning. En elke ochtend om 5:30 maakte hij mij wakker. And he'd say, Paul, get up. No rest for the wicked. En hij zei altijd tegen mij, Paulus, Paul, je moet opstaan. sorry, that's the name for the apostle Paul. Okay. Opstaan, er is geen, de goddelozen hebben geen vrede en rust. And I would get up and we would go feed the cattle. En dan stond ik op en dan gingen we de koeien voeden. And there was a lot of snow on the ground. En vaak lag er veel sneeuw. And my dad would grab both buckets. En mijn vader die pakte twee emmers. And he would take off walking across the feed lot, across the field. En dan begon hij zo te wandelen langs de voedingslijn. Well, I was only about this tall. En ik was maar zo groot. But I wanted to be just like my dad. Maar ik had een verlangen om net als hij te zijn. So I'd pick up the buckets, dus ik pakte die emmers. And I would try to put my foot in his footprint. En ik probeerde altijd mijn voet te zetten in zijn voetstap. I looked like a drunken spider. Ik zag er als een beschonken spin uit. I would stumble. En ik struikelde. I would fall. En ik viel. I just couldn't walk in the big steps that he left me. Want die grote passen die mijn vader maakte, die kon ik niet bereiken. Somebody looking at it from the outside would have laughed and made fun of it. En mensen die dat zouden hebben kunnen zien, die zouden erom gelachen hebben. But someone looking at it from the outside, maar iemand die er naar gekeken zou hebben, would have never doubted that that little boy wanted to be just like his dad. Zal er geen moment aan getwijfeld hebben dat die kleine jongen net zo wilde zijn als zijn vader. Do you see? Ziet u? When someone looks at you, als iemand naar je kijkt. If you are a true Christian, yes, you will stumble and fall. Als jij een christen bent, ja, je zult struikelen en je zult vallen. And sometimes you'll look like a drunken spider. En soms dan zul je eruit zien alsof je een beschonken spin bent. But when someone looks at you from the outside, maar als iemand naar jou kijkt, naar jouw leven kijkt, they may laugh at you. Kan het best zijn dat ze om je lachen. They may even point out all your errors. En het kan best zijn dat ze je wijzen op je fouten. But they will not be able to doubt that you genuinely desire to follow Jesus Christ. Maar ze zullen er niet aan twijfelen dat jij een verlangen hebt om Jezus Christus na te volgen. Now one last test. Nou, de laatste test. And then we finish. En dan gaan we stoppen. In verse 9 and 10. Vers 9 en 10. Okay, go ahead. Die zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nog toe. Die zijn broeder lief heeft, blijft in het licht en geen ergernis is in hem. One of the greatest evidences that you have become a Christian. Een van de grootste tekenen, bewijzen dat je een christen bent geworden, is that you love your other brothers and sisters in Christ. Is dat je houdt van je broeders en zusters in Christus. And you desire fellowship with them. En dat je ernaar verlangt om met hen om te gaan. And you desire to serve them. En je verlangt er ook naar om hen te dienen. If you're a person who calls yourself a Christian. Als jij iemand bent die zichzelf christen noemt. But you go to church on Sunday morning because it's your duty. Maar je gaat op zondagmorgen naar de kerk omdat het je plicht is. But throughout the week you would rather be with other worldly people. Maar de hele week door verkeer je eigenlijk liever in het gezelschap van wereldse mensen. You need to be afraid. Dan behoor je je zorgen te maken. You need to examine yourself.